FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door One Casino. Haaien. Ziet Brouwers gaan. Alsnog hier, Keulert. Schieten. Ja, natuurlijk. Als Tom Haaien daar in balbezit kan komen met wat ruimte om uit te halen, dan zal hij dat zeker niet nalaten. Keulert met de corner. Wordt weggewerkt door Mirani. Nu wel ruimte om een bal richting het doel te spelen. Olsen. Saroui. En er langs. Maar het vervolg. Er zijn genoeg van Volendam achterin. Dus ook genoeg van Volendam om tegenaan te schieten. Voor een hoekschop. Keulert. Olsen. En Haaien, ruimte. Veel ruimte, het schot is laag en de moeizame redding van Backhaus. Iets minder dan een kwart wedstrijd gespeeld. Nog steeds 0-0. Louter dan alleen balbezit Heerenveen. Het heeft nog niet tot heel grote kansen geleid, omdat Volendam de boel aardig aan het dichtspijken is. Braude, Olsen, meegeven van Amersfoort, lastige hoek. Oeh, dit is dan meteen een van de beste kansen tot nu toe. De kans van Amersfoort, omdat het ineens via Olsen snel gaat en de loopactie is prima. De hoek daarna wat lastig. Serieuze kans Heerenveen. Saroui. Scherp voor, maar deze is te scherp voor Van Amersfoort. Wel prima te pakken voor Backhaus. Cox. Oh, omdat Braude helemaal mis zit, is dit de kans voor Olcik. Olcik en die jaagt hem binnen. Ja, ze hebben dus geen kansen nodig om tot scoren te komen. En als dan Braude de fout in gaat, scoort Olcik. Scoorde broertje Olcik gisteren namens Rode JC. Tegen Emmen is deze Olcik hier succes. Hij schiet er wel prachtig binnen. Ja. Hij baalt van zichzelf. Braude. Nunnery. Mirani, bal gaat heel hoog, maar niet heel ver. Saroui, draaien, schieten en de redding is van Mio Backhaus. Op karakter komt Heerenveen weer terug in balbezit. Nunnely, balletje richting Saroui. En die komt er ook weer niet door, die komt er ook weer een paar tegen in de 16. Saroui. Maar een keer voor. Ja, Keulert moet koppen. Dat klinkt raar, maar hij doet het wel. Hij kopt al net over. Nunnely. Saroui. Nunnely terug. Van Amersfoort probeert daar in positie te komen. Corner waar ze bij Heerenveen zeggen, dat is Hens. Ja. Misschien raakt hij, maar hij moet toch ergens op landen ook, hè? Zeefuik. Rechts is er ruimte, links is er ruimte. Ze komen er niet vaak uit, maar als ze eruit komen is het vaak goed. Dit is een niet zo'n beste paas van Olcik op Buur. Hij maakt ook zijn excuses, Olcik. Dit is Grommel en dan, ja, dat moet je dan hebben, dat geluk moet Heerenveen dan hebben. Dat er een fout gemaakt wordt zoals Heerenveen een fout maakte, waardoor Volendam kon profiteren. Moeilijke bal voor Brouwers. En dan kan Booth eruit, kan Zeefuik worden gelanceerd.
Komt hier een volgende kans aan voor Volendam. Zeefuik. Zeefuik maakte het bekwaam af tegen Feyenoord. Maakt het bekwaam af tegen Heerenveen. En zo komt Volendam op 2-0. Het balletje van Saroui op Brouwers. Het lijkt zo simpel. Het gaat over een paar meter. Het lukt niet. En dan wordt Zeefuik weggestuurd. Die had vorige week al weinig moeite met Trauner. Hier dolt hij van Ottelen aan alle kanten. Dan speelt iedereen bijna duizelig. Holtschiek. Die tegenkomt is van Ottelen. Zeefuik, ook toch weer wat ruimte gepakt. En niet elk schot op doel is een treffer. Saroui. Krijgt hem hier terug. Saroui. Saroui de 16 in. Met Flint. Dan moet dat een soort... Ja, Nicolescu. Het is een rommelbootje. Hij is niet, dat je zegt, schitterend gepolijst. Maar het is wel raak. En dus is Heerenveen dichterbij. Saroui komt de 16 in. Dan is dit een halve... Omhaal poging. En Nicolescu maakt het af. Wollemark en Nicolescu, de beide invallers, betrokken bij deze goal. Mirani komt weg, opgevangen Keulen. Dat kan hij in één keer uithalen. Dat kan niet! Oh! Goede redding trouwens, Nicolescu. Balletje terugleggen, dat ligt net niet helemaal lekker. Dan gaat de vlag omhoog alsnog. Maar schitterende redding van Bakhuis. Willem Holtschiek gaat eruit. En Mbuyamba gaat eruit. Ja, en dat is wel bijzonder. Dwiri komt erin, maar ook Hoeven. En Hoeven speelt vandaag zijn tweede wedstrijd. Speelde eerder op de dag al bij Jong Volendam mee. Scoorde toen voor Jong Volendam. En vandaag, nu mag hij zich opmaken voor de tweede wedstrijd van de dag. Kan van afstand schieten, dat weten we. Dat weten we. Bakhuis duwt hem naar de zijkant. De laatste kans van deze wedstrijd. Hoekschop Haaien. Noppert komt er niet aan. Weggekopt door Hoeven. Saroui. En dan is de wedstrijd ten einde. En wint Volendam. Met 2-1 bij Heerenveen. Ze zijn dodelijk effectief gebleken.